Hey, welkom weer op een nieuwe aflevering van Find the Creator. En dit keer gaan we het hebben over het feit dat Suriname weer in het nieuws is. En dit keer gaat het over de financiële situatie in Suriname. Het eerste wat ik wil uitspreken is kracht en sterkte voor de mensen die in Suriname zitten. Die te maken hebben met een verschrikkelijke koers. Momenteel euro, dollar. Het is heel erg slecht gesteld met Suriname. En er wordt in de media gesproken over wel of niet een vervelende economie of een kapotte economie hebben geërfd van de vorige regering. Maar waar ik eigenlijk over wil praten is mensen. Laten we ons niet al te veel afleiden door dat gekakel en dat gepraat over Suriname dat failliet is en Suriname dat failliet gaat. Surinamers, wij zijn niet failliet. Het land is niet failliet en het land zal ook nooit failliet gaan. Zoals elk land schulden heeft en schulden uit heeft en moeite heeft om, zoals wij, onze rekeningen te betalen, heeft Suriname dit ook. We kunnen alleen maar van geluk spreken dat er mensen zijn, of ik hoop goede mensen zijn in de regering, of eigenlijk de hele regering wil bijdragen aan het verbeteren van Suriname. Ja, de situatie nu is niet goed. Het is wreed. Ik kan hier met mijn euro zitten, maar jullie in Suriname voelen het. Oké? We werken hier natuurlijk ook hard. Maar onze economie is niet hetzelfde als die van jullie. Wat wij alleen kunnen doen, als Surinamers woonachtig buiten Suriname, is ons best doen om het land op afstand of van dichtbij te ondersteunen. Dus positieve geluiden over Suriname zijn ook gewoon heel erg belangrijk. We hebben een mooi, prachtig land met heel veel potentie, maar kijk waar we ook staan. We zijn heel mooi. Een mooi, divers, culturele gemeenschap die je nergens op de wereld terugvindt. Waar kom je een straat tegen met een synagoge, een tempel, een moskee en een kerkie en wat nog meer in dezelfde straat? Dat kan alleen in Suriname, omdat wij Suriname samen hebben gemaakt. We gaan Suriname verder helpen en verder te brengen en verder te ontwikkelen. Maar we moeten eerlijk zeggen naar onszelf, ja, het is nu zwaar, de economie is niet goed, maar Suriname is niet failliet. We zijn niet failliet. Onze zakken zijn niet leeg. Als we gaan aanklagen bij het IMF voor een zak met geld, om onze schuldenlasten of eigenlijk onze administratie beter op orde te krijgen, want daar gaat het om, gaat dat komen met verandering. Grote verandering, verbetering. De regering zal niet een zak met geld krijgen van IMF. Al die landen die bijdragen aan die zak met geld hebben voorwaarden, eisen. En zo zal Suriname ook moeten gaan werken aan een betere regering. Beter zelfbestuur. Beter met zijn geld leren omgaan. Maar los van dit alles, qua verbetering, moet eigenlijk de Surinaamse economie ook gewoon tijd krijgen om te kunnen herstellen. Ja, we zitten nu te midden het coronavirus. We zitten nu te midden het coronaprobleem. Geef Suriname een brik. Ja? Namikondre, het komt goed. Dit is mijn boodschap en daarmee zal je het moeten doen. Ik ben Find the Creator, ik maak content op het internet over Suriname en nog heel veel andere dingen. Like en subscribe. Zie je bij de volgende video. Bye bye.